Tañara, David. Nunca en norte. Fíjate. Fui papá Tañara. Vanaf maandag 25 april kan je in Sint-Niklaas genieten van buitenlandse cinema op zijn best. Voor de vierde keer komt het Moe Film Festival naar de stad om de kijkers een blik op andere culturen te geven. We hebben unieke voorstellingen. We hebben bijvoorbeeld de Gouden Beerwinnaar van Berlijn. Die kunnen we in Benelux première tonen op het festival. Voor Camara, een heel relevante documentaire over de vluchtelingencrisis. Het vertelt ook iets heel, heel belangrijk, iets heel zinvol. En dat is denk ik wat de kracht is van de films van Move. We moeten wel zeggen dat het zicht op de wereld vandaag redelijk troebel is. We kennen het racisme, de positie van de vrouw in de wereld, oorlog die aanwezig is. Maar we tonen ook wel het andere, het positieve, dat solidariteit werkt, dat liefde overwint, waar dat je ook met je familie en de kinderen naartoe kunt gaan. Dus het is echt een heel ruim aanbod waar dat ik denk dat voor iedereen wel echt iets heel moois in terug te vinden is. Het zijn films waarbij dat de regisseurs één heel groot wapen hadden, dat is tijd en artistieke visie. Zij krijgen de kans om hun verhaal te vertellen op een manier zoals ze het graag willen vertellen, die misschien u meer kunnen raken dan al die andere films tezamen. Van maandag 25 april tot en met dinsdag 3 mei kan je deze aangrijpende films bekijken. De filmvertoningen vinden plaats in de Cinescoop, de Greta Wijnzaal en het Rode Kruis Opvangcentrum. Voor tickets of meer info kan je terecht op de website www.move.be.